kerel is dood. Daar is een nummer in die kantoor moet je met bel. Zeker een stigman. Goed, dokter. Alles behalve toeval. Ik denk dat het onveilig hier. Kalk is het niks, maar mens weet nooit. Ik denk dat we liever die pad geer. Die skeer? Ja. Is die baas? Lekker gespeeld. Lekker vetrokken. Ik denk niet van Melendom de hele tijd opgepast. Nie. Ons het niet die soort ding verwacht. Nou, alles nou te laat vertrouwen. Als hulle geweet het ons het brokkas, dan weet hulle ons het verder. Juffrou, ek dink jy moet liever saam met ons kom, ons die hotel te vat. Niks is hier meer veilig nie. Dankie. Geef mij mevrouw Moret op die lijn, alsjeblieft, sy is in die boek. Heet een man aan jou gesoek gister, hy wou nie sê wie hy is nie. Hy sal seker weer bel. Ek bedoel nie, hy het gebel nie, ek bedoel hy was hier op kantoor. Hoe kan hy nie sê wie hy is nie, hy moes deur sekuriteit gekom het. Dis juist die punt, hy het nie deur sekuriteit gekom nie, ek het navraag gedoen. Wat bedoel jy? Ek bedoel, dis nog wel suspicieus, is het nie? Ek moet nie sekuriteit laat weet nie. Ek het my rug vir een oomblik op die man gedraai en toe ek weer kyk toe sy weg. Seker maar iemand wat die werk met die grieve blik gesien het. Nee meneer, ek het nagegaan. Ek het deur die foto's gekyk. Hy is definitief nie op die personeel. Daar is meer as 2000 mense wat die werk, mevrou. Ek het deur 2318 foto's gekyk, deur al die foto's. Ek moet sê vir ons dat ek wil hom sien. Ek het dit reeds gerapporteer meneer, hulle ondersoek al die saak. Dis juist hoekom ek hom wil sien. Ja. Ja, goed. Oh, hallo, Jack. Aha. Ja, maar die vent was hier bij mij ook en diezelfde type vraag gevraagd. Nee. Goed. Half één pas mee. Dank je, Frits. Ik zie je dan later. Tot ziens. Ja, hoe is het? Meneer Remus met de voertuig ingekomen. Ik denk dat hij hem voorgedoen als... Ik stel niet belang aan wat je denkt, nieuwe Stijsen. Ik wil weten hoe het mogelijk is dat iemand ons gronden kon binnengekomen zonder je mensen daarvan weet. Meneer, zoals je weet is je onderzoek nog niet afgehandeld. Nie. Snerpen. Plex je onderzoek en stel naar die laksheid van je mensen. Dat zal beter vruchten afwerpen. Meneer, maar rechter. Als zoiets weer gebeurt, Koos Thijssen, is hij afgedankt. Is het duidelijk? Ja? Meneer, dokter Schoeman zijn kantoor heeft net gebeld. Hij wil u 11:00 in zijn kantoor zien. Ik kan maar gaan. Goed, meneer. Dus over 3 kwartier moet ik zo lang die motor laten komen. Ja, goed. Zoals je van dokter Forstenburg's tegenwoordigheid kan afleiden, gaat het over je verbintenis met de juffrouw Steers.
Die situatie heeft vanochtend eerst onder mijn aandacht gekomen en ik is op die dinsdag gezegd, bijzonder ongelukkig. Krijno, ik is voorzitter van XZ en als daar enige lekatie was, gaat het mijn positie bij die regering onhoudbaar maken. En nou praat ik niet eens van mijn positie als voorzitter van die regerings- en nijverheidsadviescomitee. Ik heb hier een document dat verleden week in onze handen gevallen. Het bevat volledige bijzonderheden over jullie Laxman misschien. De problemen bij St. Lucia met die stabiliseerders, de zelfvallige snelvuurtempo en die lekatie wat jullie in de ontbrandingskamer van die Laxman gehad hebt. Waar kreeg je daar die document? Het is mijn bezigheid. Maar je ziet meneer Krijno, met dat steker kon die inlichting bij jou gekregen. Wat zei je? Dat is wat jij zei. Ik geef jou niet die voordeel van die twijfel niet. Je hebt de indiscretie begaan wat mijn positie kan benadelen en ik neem daar niet genoeg mee niet. Dokter, die positie plaat mij die allerminste. Wat mij wel plaat is die lekatie. Ik vraag weer, waar krijg je daar die document? Dat is de geclassificeerde inlichting. Snert. Dat document raakt de securiteit van mijn firma waarvoor ik verantwoordelijk is. Ik is gerechtig om te weten. Dokter Furstenberg heeft niet nodig om jou te zijn. Want ik ook niet nodig om commentaar te leveren. Als u wil dat ons die lekatie bespreekt, dan moet u mij in uw vertrouwen nemen. Nee, meneer Krijno. Ik is bevreesd, je weet op uw onderzoek al reeds heel wat te veel. En jouw verbintenis met juffrouw Steger maakt je verdag. Tot tijd terwijl ik je tiendeel vastgesteld heb, kan ik van die veronderstelling af uit dat jij voor die lekatie verantwoordelijk was. Luister, ik heb gisteren de hele dag bij Fowler vier doorgebracht om jullie te helpen. En als je mij vraagt, is jullie veiligheidssysteem ook maar braaf frotsig. Haar collega wordt onder jullie oor in je hospitaal. Ik praat goed waarvan je niks weet niet. Die man het bezwijk aan beserings wat hij opgedoen heeft dat hij van het dak afgevallen. Wel, als hij van het dak afgevallen, is ook jullie frotsigheid. Credo, ik zal je houding niet verdragen, verstaan jij? Dokter, ik is zeker jullie manier hier naartoe laten komen om mijn houding te bespreken, maar wel om mij te waarschuwen. Ja, en voor jou een keuze te stellen. Als je ooit weer in je verstekers een gezelschap gezien wordt... Luister, ik heb niet gevraagd om je daar steker te zien. Landsveilig het mij kom halen en gevraagd om te helpen om mijn haar toe te nemen. Als je mij niet wil genoeg, niet vraag dokter Furstenberg. Dat is nou die einde daarvan. Luister, dokter. Ons het hier met een baie belangrijker en groter situatie te doen als uw positie. Als het van belang is voor ons firma's de securiteit en dokter Furstenberg's departement het mij hulp nodig of ik hulsen, dan zal ik maken wat ik goed dank. En als u niet daarmee wil verliefd nemen, moet iemand maken wat hij wil. Zolang dat ik besturende directeur is, zal ik me niet door u laten voorschrijven. Betekent dat je negeer een directiebesluit? Wanneer of is u alleen die directie? Kom terug aarde, de dokter. Zeker als je meer getuigenis gaat, dat ze jullie maar niet hierheen laat komen net om mij te waarschuwen. Jullie zijn mij aangeklaard. Tot ziens. Ons moet die man keer. Je hebt geoorreageer, maar je gewaarschuwd dat je. Krijg nou sterker dan je dink. Als de bestemming in die directie uitloop, ga je in die stof bijten. Dit baie goed, die maak je geld bij ik zeg, dat is niet jij. Maar mijn positie bij de regering. Dus kan je nou gesê, dat is belangrijker dingen dan jouw positie bij de regering. In elk geval is een skoot in die donker. Geloof hem. Als dat enige lekatie van inlichting waar die Laxman was, dan niet van almacht. Jack. Ah, Frits, jammer dat je hierheen laat kom. Oh, zolang je een voor die kost betaalt. Luister Frits, ik ga die doekies omdraaien. Nie. Ik denk dat ze die moeilijkheid oorredde. Die ironie van die zaak is, ek het absoluut niks gedoen behalwe maar te sien. In jouw positie is het oor genoeg. Je weet net die feit dat ik haar aan jou voorgestel het, het my onder verdenking geplaas. Luister, kan jy my jou ere woord gee dat sy jou nie gevraagd om haar aan my voor te stel? Nee, nee, dat was toevallig. Sy het herken, het was beplan. Oh, mag so wees, Jack, maar ek pleit onskuldig. Grand Cru. Ja, het sal lekker wees. Grand Cru, asblief. Luister, jy ken Vera nou al baie jare lang. Dat is iets wat my pla. Kijk, sy is nie een communist nie. Anders is my oordeel heeltemal korrupt. Maar as sy nie een communist is nie, waarom is sy nie met ons mense samenwerk? Weet, ek het uren met haar gepraat. Sy het my alles van haar tyd in Europa vertel. En as ek nou vir jou moet sê wat ek van haar weet, dan is dit absoluut niks, rond en nul. Sy is een geslote boek. Elke nou en dan sê sy iets wat my totaal verwaar. Net as ek dink ek begryp haar, dan besef ek weet eindelijk niks. En dis nie ten staande, dink jy jy dan nog lief? Ja. Jack, ek en jy ken mekaar nou al jare. Ek gaan om jou baie regheid wees. Ek dink jy maak een gek van jouself oor hierdie meisie. Goed, sy is mooi, sy is intelligent. Sy is een KGB-boedie. Sy het self herken.
En voor een man in jouw positie is zij gif. Als het van mij afgehangen is, heb ik al lang al niet meer gezien. Je weet mijn maat al iets gezegd. Als je een meisje zijn huis gezien in een kindjaar. En als ik moet zeggen, zou ik zeggen gaan zien naar huis. Zuidwest? Ja, Zuidwest, ja. Je hebt niet meer een uur oor, juffrou. 3 uur gaan ze aan die politie oorhandig. En dan word je soos een gewone crimineel behandel. Hm. Je is bij een moordzaak betrokken. Zullen het genoeg reden om je aan te houden? Ik verstaan je niet, juffrou. Als je met ons samenwerkt, kan los ons jou. Hulle sal denk je is met jouw eerste opdracht bezig. Om aan Kreino te werken. Hulle het geweet jy het Klaus Brockhaus gevangen. En nou is Brockhaus dood. En als ons jou veiligheid waarborg? Teen die KGB. Moet niet laf wees nie. Juffrou, ons het manieren om inlichting te laten uitlek. Ons kan hulle laat verstaan dat ons niks uit jou kon kry nie. Hulle is niet zo naïef nie meer, Stegma. Maar hy is daar net een manier om uit die gemors te komen, dus om met hulle oop kaarte te speel. Ek sal hulle moet vertel hoe julle my gevang het. Ek sal hulle alles moet sê hoe julle my probeer oreed het om vir julle te werk en hoe ek ingestem het om my eie nek te red. Een dubbelagent? Ja, behalwe vir een ding. Hulle sal my nooit vertrou nie en julle nog minder. Juffrou, al wat ons van jou wil hê is inligting. Inligting oor die KGB se operasies hier, die name van jou kontakpersone. Volledige inlichting oor jou werving, jou opleiding, die mense met wie jy te doen gehad het. Kodes, geheime skrif, organisatie, die soort ding. In ruil daarvoor sal ons jy laat gaan. Ons sal vir jou vliegkaartje koop na bestemming van jou keuse. Genoeg geld vir 3 maanden, identiteitsdokumente, paspoort. Ons kan selfs universiteitskwalifikasies reël. Enig iets om 'n nuwe lewe in 'n nuwe land te begin. Die prys daarvoor is volledige inlichting oor die KGB. Alles wat ons wil weet. Alles wat jij weet. Nee. Juffrou, ik denk niet, je het veel van een keuze nie. Wel, ik kan eenvoudig niet doen wat jullie van mij vragen niet is al. Hoe kom je? Ik ga koffie maken. Laat je tenminste goed opgelet. Zet er weer punt. Ze staan rustig. Wat stel jij voor? Ik breng haar en Kreino gedurig bij elkaar. Het is de enigste kwetsbare plek wat zij heeft. Ik denk dat ze een erg lief vrouw. En dat zij bereid is om samen te spelen. Ons kan Kreino niet vertrouwen. Hij heeft al gewaarschuwd tegen ons die microfoon. Ach, precies, dus hoe komt zij onvertrouwd? Wat helpt dit ons? Ik vergeet één. Kreino is ook liever daar. Hij zal enig iets doen om uit te houden. Ja. Hij zal dan niet moed krijgen om samen te werken. James. Niet zo moeilijk. Zal ik niet gebeuren, nee. Kreino wil haar nog één keer zien. Dat is iets voor die baas moet besluit. Vustenburg zal ja zeggen, man. Al wat hij in belang stelt is de resultaten. Ik weet niet waarom hij belang stelt. Zeg maar ons om dat weet. Half uur in die avond, meneer James. Kan ik inkom? Meneer Kreino, ik is in een moeilijke situatie. Iets drink? Whisky. Baas op die mat. Ons Vurstenburg se skuld. Huis. Kijk, ik wil jou niet belasten met ons departementele probleem.
maar jij hebt gevraagd om juffrouw Steger nog geslaagd te zien. Ze die verzoek naar Vorstenburg verwijzen en het afgekeurd. Ik kom al gebeld, het was een morgen geweest om zelf te komen en op verschoning te vragen wie je baas onbeschofte. Ik wil persoonlijk met jou komen praten. Kijk, jij ken juffrouw Steger beter dan ons. Je hebt schijnbaar een beetje inlichting uit haar gekregen. En dat is die wat jou wil zien. Dat is correct, ja. En jij is niet bereid om ons te zeggen wat die inlichting is. Nee. Kom. Kijk, meneer Jones, van dat ik met jullie die mekaar is, is nog niet die inrichtingsverkeer. Jullie proberen mij gebruik en breng mij in discrediet niet waar jullie kom. Dat is Vorstenburg. Het is diezelfde departement. Ik wil graag persoonlijk hey, met haar weer zien. Als iets wat haar daarvan weerhou om met ons te praten, dan kan je uitvinden wat het is. Nie. Ik denk als ze lief genoeg is voor jou, dan zal haar motivering om oor te lopen naar ons dus zoveel groter wees. Ze wil mij ook niet zeggen waarom ze niet wil oorlopen. Ik denk ons druk haar te kwijt. Dat ze stigma gezien en hij stem saam. Ik denk ons om dat los. En dan? Ze zal niet los, nie. Dan wordt haar positie bij de KGB onhoudbaar. Dan gaan de links uit gepraat. En als je haar los, dan zal hulle weet ze het gepraat. Ze is even een lieg, man. Ze zal zeggen, ze is ingewillig om het ons saam te stuur. Maar dubbel agent. Dan maak je zaak wat gebeurt nu. Als je haar los, is haar leven in gevaar. Haar leven was in gevaar die dag toen ze bij de KGB aangesluit het. Wat die einde van aan die kom maak? Ik het kom reel dat jy Hedda weer sien. Verstandig. Hij zal niet weer dus ons om nie sê nie. Jy is bezig om te betrek bij een twistpunt van jullie departement. En ek weet nou al, ek gaan in die kortste eind trek. Jy het een alternatief. Je kan weer en dan zie je haar nooit weer. Ik geloof niet je gevoel voor haar zo oppervlakkig. Luister, meneer Jones. Ik is lang al niet meer een student. Nie. Op mijn ouderdom krijg is niet meer die koersige, waanzinnige liefde. Ik kan niet voor jou besluiten. Ze zal morgen terug wees bij jou werken. Goedendag. Wat van hij vindt dat doet is? Brokhaus. Mm-hmm. Hij heeft aan elkaar geëild terwijl hij in een coma was. De dokters en die personeel het dit geweet. Die KGB ook. Hulle het hom bloot gaan stilmaak. Ek glo nie as enige sinistere betekenis aan sy dood nie. Jou sinisme is verstomd. Mens leer het aan. Zo'n spul amateurs bij elkaar gezien. Dus hier die amateurs wat je vastgetrek het. Begin voor. Vertel mij alles. Hoe ver kan je van Kreinau vertrouwen? Die arme ouwe so verlief, hy beskerm my selfs teen sy eie mense. Om waarheid te sê, as ek nie keer nie, sal hy homself so diskrediteer dat hy vir ons gaan totaal nikloos raak. Jy het een slechte fout gemaakt met Kreinau. Ek het een vermoede jy het betrokke gaan staan. Jy? Maak jy nie foute nie? Om vir Brokhaus dood te maak, dit was een fout. Hy het niks gedoen nie en jy weet het. Ek het nie een keuse gehad nie. Hy sou nooit gepraat. Hy was besig om te praat. Hy was besig om te uil. En hy het met een band opneem met haar gister en elke woord opgeneem. Ek kon nie die risiko loop nie. Maar was het nodig om hem dood te maken? Ja.
hoop niet word ooit zo... zo hartloos als jij. Als een vrouw hartloos is, dan is ze erger als enige man. Je moet niet jezelf bluf over wat je doet nie. Als je klaar is met kruinhoud, dan is ze erger als dood. Dan is ze emotioneel en professioneel verwaneer. Het dit je nooit gepland nie? Ja, dan luister naar mij. Ik weet niet of ik voor jou kan instaan bij Wernerstrom nie. Ik heb hem niet gesê van jou ondervraging en dit op zichzelf was een geweldige risico. Ik kan je probeer beschermen, maar als het ooit op je lappen komt, dan is ik ook een gemerkte man. Brokkas was op die punt om naar Wernerstrom toe te gaan. Hij moest dus in elk geval geëlimineerd worden. Je neus blink. Edda, ik wil je één ding vragen. Ik is je broer. Ik geef niet om je te beschermen, maar ik wil je eerwoord hè. Kan ik je vertrouwen? Natuurlijk. Dat is niks tussen jou en Krena, nie. Zweer. Zweer, Hans. Edda, op ons familie eer. Zweer dat hij niet aan trouw was in die KGB, nie. Zweer dat. Ik zweer. Het is niet voor mij nodig om het voor jou te zijn, nie. Als jij voor ons liegt, als jij ons van een lijntje probeert te houden, ons het manieren om vast te staan. Je zal voor 2 weken, 3 weken, misschien een maand aan de weg komen. Daarna. Je kent die KGB. Hallo? Edda, Jack. Ik lig morgen uit West toe. Dus je komt samen. Hallo, hoe heb je geweet ik zie je? Bedoel je dit rarig? Ik bedoel je uitnodiging. Of doe je dit in opdracht? Dat is mijn idee. Maar ik neem aan ons vrienden zal voor je geweest. Ga je samen? Alsjeblieft. Wat gaan we in Zuidwest maken? Of is het een geheim? Ons gaan een bok schieten. Ik heb de plaats daar. De maatschappij zal ten gronde gaan als je baas zo baie uitstedig is. Dat is er maar niet nou mis nie. Behalve je wonderlijke secretarisse. Luister, Edda. Ik heb besluit ik ga jou alles vertellen. Alles wat je wil weten, relax man. Als je dan tegen mij wil gebruiken. Nee. Ik wil niks van je Missila weten, nee. Niks. Hoe kom niet? Als iets uitlek, enig iets, dan denk je dus ik wat het gedoen het. Niks zal uitlek, nee. Dat is wat jij denkt. Wat bedoel je? Ik heb die verslag gezien over die St. Lucia toetsen. Daar is iets verkeerd gegaan. Met die stabiliseerders in die ontbrandingskamers. En nog iets. Die snelvuurtempel. Ja. Bouwen jullie dit? Daar is een lekkasie iewers in jou maatschappij. Hulle het my die verslag gewys, want hulle weet ek werk aan die saak. Ek weet daar is een lekkasie. Ek het self die verslag gesien. Jy sien, dis hoekom ek niks van jou Missiel al wil weet nie. Ik heb veel gelieg oor baie dinge, Jack. Omdat ik net niet voor jou alles kon vertellen. Maar oor één ding heb ik niet voor jou gelieg nie. En dis hoe ek oor jou voel. Jones. Waar is die vrouw Steger? Waarschijnlijk bij die werk. Het is die zeker? Nee. Ons het gedink als... als... Kom naar mijn kantoor. Zo, met Jones.
Heb jij met die Franse gepraat? Franse? Ik heb hier een navraag van die hoofd van die SDECE. Oor Hedda Steger. By name. En ek communiceer oor die Laksman. Nou die vraag wat ek myself afvra is dit. Hoe koppel hulle Hedda Steger en die Laksman? Of meer nog, hoe weet hulle van Hedda Steger? Gaan idee nie, dokter. Hulle sê dit nou nie, Jones, maar daar is 'n ondertoon van ergerlikheid in hierdie verslag. Die Laksman is 'n Franse ontwerp. En jy weet hoe sensitief die Franse is. As die KGB besonderhede oor die Laksman, het hulle outomaties besonderhede oor die Franse Expo misiel. Nog al verstaan, maar nie. Ja, dokter. Ek het regtig geen benul waarde aan Hedda Steger kom nie. Ek sou voorstel dat ons vir hulle meer besonderhede vra. Miskien vir hulle sê dat ons niks van Hedda Steger weet nie, behalwe dat sy verslaggeefster is by International Press. Sê my, Jones, waar is Kreyne? Hy is op sy plaas in Zuidwes. Hy gaan jag. Volgens die verslag het ek vanoggend gehoor dat hy in Durban. Nee, dokter Vissenburg. Dis wat hy vir ons vertel het. Ek het sy telefoon gemonitor. Hy het sy vliegtuig bespreek op Lanseria. Hy is Zuidwes toe. En die Versteker is nie met die werk nie. Het jy my vraag gevra? Dr. Vissenburg, ek het normaalweg navraag gedoen of hulle iets op rekord het oor Hedda Steger. Nee, Jones. Jy het saam met Marcel Dujan gaan eet. Jy het hom gevra om ons navraag nie op rekord te plaas nie, maar hy het jou geïgnoreer. En jou eie verslag oor daardie ete skitter in sy afwesigheid. Is jy besig met jou eie speletjie, Jones? Dr. Vissenburg, ek probeer net my bes om die saak op te klaar. Hedda Steger is nie sommer net enige agent nie. Sy is hulle top agent hier by ons. Dit is sy wat die Huxley-skandaal in Londen beplan en uitgevoer het. Huxley? Ja. Hy is 'n konservatiewe parlementslid wat in elke vergadering in die Laarhuis teen die Russe en teen die kommuniste te velde getrek het. En toe word daar foto's van hom en 'n Russiese vrou in die koerante gepubliseer. Sy was 'n toergids in 1977 toe hy Moskou besoek het. Sy het hom in die kamer ingelok. En wat daar gebeur het, was op film vastgelê. Hy is geruïneer. Dis Hedda Steger wat dit gekoördineer het. Staan dit alles op haar lêer? Ja, dokter, dis nou op haar lêer. Nou dat ek met Marcel Dujan gaan eet. Ek sien. En nou is hy saam met hom in Zuidwes. Ja. Nie het geweer daarvan. Ja. Dokter, dit sal nie help om hulle te probeer agtervolg of beluister nie. Sy is uitgeslaap. Kreyne is te hardkoppig. As ons haar nie 'n bietjie tou gee nie, sal sy haarself nooit hang nie. En nou sê by hom in Zuidwes, direk in stryd met my opdrag. Ja, dokter. Jones. Ja, dokter. Ek kan jou net verplaas, weet jy? Ja, dokter. Ek kan maar gaan. Ja, dokter. Jones, waar is die plaas? 15 kilometer noord van Otjiwilongo, dokter. Ek sien uit na jou verslag omtrent die jagtog. Dokter, kruis my mevrou Pakendorf by Exit, asseblief. Het is vroeg over de dorps. Nee. Twee koffie. Dank je. Ik krijg hier aan, ik lach voor jou. Zo fantastisch bij jou. Niet altijd zal mij wegloopen. Makkelijk.
Ek gaan net gaan my bril haal. Ek wag vir jou.